Goedemorgen, Klas. Nieuwe week, nieuwe oefeningen, nieuwe opdrachten. Ik ga met jullie vandaag eventjes alles overlopen. Dit filmpje kan je elke keer opnieuw zien. Dus we gaan ook, ondertussen zijn jullie in de live geweest. Maar het is de bedoeling dat je dit filmpje ook regelmatig kan terugzien, zodanig dat je al je opdrachtjes gaat weten voor maandag. Eerst en vooral ga ik met jullie in dit filmpje de planning overlopen, zodat jullie weten wat jullie allemaal moeten doen, zowel voor PAV als voor de andere vakken. Daarna gaan we enkel over PAV verder gaan en ga ik daar de nodige uitleg nog een keertje van geven. De uitleg die jullie ook wel in de live sessie 's morgens hebben gekregen. Dus dan kan je elke keer het filmpje terug gaan kijken. De planning ziet er als volgt uit voor maandag. Dus we zijn hier maandag 5 oktober. Als eerste zie je daar PAV staan. Mijn provincie, gemeente en provincie. Mijn provincie, dat gaat over pagina 48 en 49. Gemeente en provincie gaat over pagina 53 tot en met 56. Voor Frans moeten jullie oefeningen maken. Dat is oefening 4. Voor Engels hebben jullie oefeningen via Didit. Vorige week hebben we een aantal mailtjes gekregen van leerlingen die niet op Didit geraken. Dan moet je even met de leerkracht van Engels, mevrouw Overloop, moet je dat daarmee bespreken. Want die inloggegevens hebben wij zelf niet. Dus dan moet je even naar de leerkracht zelf een mailtje sturen. Voor techniek moeten jullie verder gaan met het pootje. Hier op maandag staat er niets, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet mag afwerken als je nog tijd hebt. Voor LO gaat het weer over zorg dat je 30 minuten activiteit doet per dag. Voor MO heb je een opdracht muziekinstrumenten. En om 9 uur 's morgens is er een live sessie, maar die zal nu ondertussen al achter terug zijn. Dan ga ik even verder naar PAV. Ik heb er mijn cursus bijgenomen op pagina 48, mijn provincie. Wat heb je hiervoor nodig? Dat is een meetlat, heb je zeker nodig. Eventueel een potlood om bepaalde dingen te gaan aanduiden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We gaan daar met de lijnschaal leren werken. En je ziet als eerste daar eigenlijk een voorbeeld staan hoe dat je te werk gaat. Hier bovenaan zie je de lijnschaal staan. En daar staat ook eigenlijk de oplossing voor de eerste vraag al bij. De lijnschaal zegt mij hoeveel centimeter op de kaart in werkelijkheid hoeveel kilometer is. Dus als je 1 centimeter hebt, hoeveel kilometer is dat dan op mijn plannetje hier? En dat staat er hierbij op mijn lijnschaal. Als je dat even bekijkt, hoeveel is dat dan? Probeer het even al zelf te doen, pas van naar de oplossing te kijken. 1 centimeter, en als je goed kijkt, zie je dat het op de kaart 6 kilometer is. Stel dat je dan 2 centimeter meet, dus dat je een afstand meet op je kaartje ergens van 2 centimeter. Hoeveel is dat dan in werkelijkheid? En dan is dat 2 maal 6 kilometer. Dat is dan 12 kilometer. Stel dat je 3 centimeter meet. Weer 1 centimeter is 6 kilometer, dus 3 keer 6 kilometer. En dan komen we op 18 kilometer. En zo ga je dat voor de anderen ook doen. Dan hadden we nog, hier gaan we dan 5 centimeter zetten, maal 6 kilometer. En dan komen we op 30 kilometer. Kilometer. Stel dat we 10 centimeter hebben, dan doen we dat ook maal 6. En dan hebben we 60 kilometer. We komen op de volgende pagina, maar daar hebben we wel dit plannetje voor nodig. Ik ga er eentje met jullie samen doen. Wust Wezel Hoogstraat. Ik ga jullie wel alle dorpjes ga ik jullie geven, dus let zo dadelijk goed op. Dat je weet waar dat ze gelegen zijn. Wust Wezel, dan ga je zoeken op dat kaartje hier. Ik ga dit voorzeggen natuurlijk. Wust Wezel, dat ligt hier. En je neemt
Je markeerstift hiervoor klaar en je duidt wist wezel aan. Dan ga je als tweede, je moest de afstand weten tussen Bustwezel en Hoogstraat. Dan ga je Hoogstraat ook zoeken. Als je dan goed kijkt, dan ligt dat hier, Hoogstraat. En dan trek je met je meetlat een lijntje van daar naar daar. Voilà, dat heb ik ook gedaan. Dus een lijntje van Bustwezel naar Hoogstraat. Als we dat lijnstuk meten, dan zien we dat dat 2 centimeter is. Dus 2 centimeter meten we op onze kaart. Wat gaan we dan doen? We gaan juist hetzelfde zoals dat we hier gedaan hebben. 1 centimeter weten we, dat is 6 kilometer. Dus we gaan 2 centimeter maal 6 kilometer doen. En dan hebben we onze afstand in het echt, namelijk 12 kilometer. Zo gaan jullie dat voor die andere 4 ook doen. Ik ga jullie wel zeggen waar de dorpjes liggen, want het is niet altijd makkelijk te zien. Als eerste hebben jullie Berlaar. En Berlaar, dat ligt hier op het kaartje. Dus ik ga even het kaartje duidelijker. Dus Berlaar ligt hier. En Heist op den Berg ligt hier. Dus dan trek je weer een lijntje van daar naar daar. Het volgende is Herselt en Laakdal. Als je dan gaat kijken, dan ligt Herselt ligt hier. En Laakdal ligt hier. Dus dan trek je een lijntje van daar naar daar. Let op, hier gaat ergens een commagetal zijn. Dus dat gaat niet op juist een centimeter uitkomen, maar dat gaat een commagetal zijn. Dan hebben we Willebroek en Herentals. Willebroek ligt hier. En Herentals ligt hier. Weer een lijntje van daar naar daar. Meten hoeveel, dat is al een serieuze afstand. En dan kom je dat te weten. En de laatste is Bornem. Bonheide, Bornem. Ligt hier, dat is dat puntje. En Bonheide ligt hier. Dus weer een lijntje van daar naar daar. En dan gaan weer hetzelfde, hoeveel centimeter is dat, maal die 6 kilometer doen en je komt tot je oplossing. Veel succes. Voilà leerlingen, kom ik bij het laatste gedeelte voor vandaag, voor maandag 5 oktober. En dat gaat van pagina 53 tot 56. En begint eigenlijk heel makkelijk. Namelijk de windstreken, de hoofd- en de tussenwindstreken, gaan we even terug benoemen. De hoofd weten we zeker, komen we hier bij het noorden, oosten, zuiden, westen. Tussen het noorden en het oosten ligt het noordoosten, inderdaad. Tussen het oosten en het zuiden ligt het zuidoosten. Dat mag je allemaal schrijven met de afkortingen. Dus ZO. Tussen het zuiden en het westen ligt het zuidwesten. En tussen het westen en het noorden ligt het noordwesten. Heel goed. Hier ga je dat nog een keer benoemen. Hier ga je het wel voluit schrijven. Ik ga even mee typen. Tussen het noorden en het noordoosten, in het oosten ligt het noordoosten. Tussen het zuiden en het oosten ligt het zuidoosten. Tussen het noorden en het westen ligt het noordwesten. En wat ligt er tussen het zuidwesten? Dat is het zuiden en het westen. Voilà. En dan hebben ze allemaal
ingevuld. Ik ga ze nog even aanduiden voor jullie, mocht je niet kunnen volgen hebben. En dan kunnen we onmiddellijk naar onze volgende pagina, waar eigenlijk het begint. Dat is voor jullie op pagina 54. Hier ga je een bepaalde letter tevoorschijn zien komen. Hoe ga je dat doen? Kleur 1 vakje Noord. Dat betekent, je begint altijd bij het vetgedrukte. En daar ga je 1 vakje Noord gaan. Dat betekent 1 vakje Noord, als je naar Windrose gaat, een vakje Noord, dat is een vakje naar boven. Dus dan gaan we hier dat aanduiden, dat je dat gedaan hebt, en je kleurt het vakje Noord. Dan zegt hij terug 1 vakje Noord. Dan gaan we dat terug aanduiden, want we gaan dat doen. We hadden dit al gekleurd. Nu beginnen we vanuit dit vakje, 1 vakje Noord, dat is het volgende vakje naar boven. En zo ga je alles volgen dat hierop staat en ga je een bepaalde letter krijgen. Die letter schrijf je dan hier. Als tweede mag je zelf een letter gaan ontwerpen. Dus ga je zelf een letter ontwerpen en ga je hier je code bijschrijven. Dus als jij zegt, ik wil eerst naar hier gaan. Voilà. Ik ga bijvoorbeeld de letter D ontwikkelen. En ik ga dit, 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 dit en dit. En zo naar onder gaan. Dat zou de letter T kunnen zijn. Dan ga ik eerst eentje naar hier gaan. Dat betekent 1 vakje Oost. Daarna wil ik 1 vakje naar hier gaan. Maar dat is 1 vakje Noord, Oost enzovoort. Maar je ontwerpt zelf een letter. Het is normaal de bedoeling dat een andere leerling die letter gaat ontcijferen. Maar dat kunnen we nu op deze moment niet doen. Maar je kan ze wel al ontwikkelen. Kunnen we dat in de klas nog doen. Niet zo'n makkelijke opdracht. Dus denk daar even goed over na. Bekijk dit filmpje, dit stukje van het filmpje eventueel een paar keer. Dat je goed weet. Eigenlijk moet je eerst nadenken welke letter wil ik gaan doen. En dan ga je ze pas ontwerpen. Dan ga je pas je noorden, oosten enzovoort erbij schrijven. Probeer maar. Dan kom ik hier bij onze gemeente in Vlaanderen. Dat gaat over onze schoolgemeente. Dus kleur op de kaart. De gemeente waar je school zich bevindt. En dan ga je hier. Ik ga het jullie even meegeven waar dat ligt, onze gemeente. En dat is hier bij de W van Antwerpen. Daar zie je zo. Dit stukje, dat is onze gemeente. En dan moet je gaan zoeken wat de buurgemeenten zijn van de gemeente Schoten. Want we zitten hier in Schoten, dat is onze gemeente. Ik ga het er hier even bij zetten. En jullie moesten dit vakje gaan kleuren. Dan moet je eigenlijk te weten komen, wat ligt er hier in het noorden, wat ligt er hier in het oosten, wat ligt er hier in het zuiden en wat ligt er hier in het westen. Daarvoor nemen we even internet erbij. Voilà, en ik heb hier een kaart, Schoten buurgemeenten, de kaart genomen. En dan zie je hier terug Schoten staan. Dat is hetgeen dat jullie hebben aangeduid. En nu moet je gaan aanduiden wat dat er bijvoorbeeld, dit hier, dat ligt ten opzichte van Schoten. Ligt dat dan in het oosten, in het zuiden, in het westen? Ik geef na. Braschaat ligt in het noorden. Dus dan kan je dat op jouw bladzijde kan je dat gaan invullen. Dus we hebben Braschaat, dat is een buurgemeente en dat ligt in het noorden. En zo ga je dat voor die anderen ook allemaal doen. Ik ga die natuurlijk niet allemaal cadeau geven, dat zou een beetje te makkelijk zijn. Maar je kan naar dit kaartje zeker kijken. Je mag ook zelf een kaartje nemen. Oh. Ik ga even terug het juiste erbij nemen. Voilà. Je mag
Hier ga je schoten kijken en dan ga je hier zien, ah, hier ligt er nog eentje, een buurgemeente, hier ligt er nog eentje. En hoe ligt die ten opzichte van Schoten? Dus als je hier naar Schravenwezel gaat, dan zie je dat dat ten oosten van Schoten ligt. En zo ga je hier kijken, hier, hier en hier. Als je volledig, als alles vol is en je hebt nog plaats over, deze zijn voldoende. Dus in totaal 6 buurgemeentes zijn voldoende. En dan onze gemeente ligt in de provincie. We noemen de provincie waarin onze gemeente ligt, namelijk de gemeente Schoten. Het is in de provincie Antwerpen. Nog even voor die vorige vraag, maar als je dat makkelijk vindt, zet gewoon dat filmpje hier, zet dat op pauze. Dan kan je rustig kijken en kan je ondertussen alles invullen wat je hier moet invullen op je bladzijde. Oké. Dan komen we bij de laatste, niet zo makkelijke opdracht, maar hier zie je alle provincies van België staan. En dan wordt daar gevraagd, dus dat zijn vraagjes over deze kaart. Moet je even over nadenken en die gaan allemaal over zuiden en oosten enzovoort. De provincie Antwerpen grenst in het zuiden aan, dus we gaan naar de provincie Antwerpen. Waar grenst die in het zuiden aan? Dus dat is aan de onderkant. Desnoods neem je die eerste bladzijde, bladzijde 53 erbij met je windroos. En dan ga je zien, in het zuiden ligt Vlaams-Brabant. En dan kan je dat daar invullen. De meest westelijke provincie van ons land, dus het meest in het westen, meest aan welke kant, dan gaan we even kijken terug naar pagina 53. Dat is het meest aan de linkse kant, het westen. Dan gaan we kijken op ons kaartje van België. Welke ligt het meest aan de linkse kant? Dat is deze provincie. En dan schrijf je die op West-Vlaanderen. Voilà. En zo ga je dat voor al die anderen, ga je dat ook doen en proberen in te vullen. Veel succes. Mochten er nog vragen zijn, bekijk het filmpje zeker een aantal keer en eventueel mag je altijd een vraagje via mail sturen. Succes!